Mensen die een keuken willen kopen, kunnen kiezen uit verschillende soorten stijlen, zoals landelijk, stoer, modern, klassiek en industrieel. Het is niet duidelijk bij welke zaak Matty Valk precies naar binnen is gelopen, maar daar hebben ze hem in elk geval de stijl crematorium chic aangesmeerd, stelt Tim den Besten in een kritische Instagram-story. Matty stond dit weekend in het verstrooiende BNR-rubriekje van de Volkskrant. Op de foto zit de radiomaker op zijn asgrijze aanrecht, met zijn voeten tegen de ingebouwde RVS-wijnkoeler. De keuken, zwart. De apparatuur, zwart. De muren, grijs. En aan de wand hangt ook nog eens een soort vijfkoppige gasbrander die voor kunst... Het is allemaal erg somber, vindt Tim den Besten. Heb nieuwe keukenstijl gespot, crematorium chic, bitcht hij. Koud, koel en klaar voor een mooi afscheid. Hekje, de kritiek van Tim is begrijpelijk. Er zit totaal geen cheu aan de keuken van Matty. Het is het perfecte decor om de hele avond snikkend om je gebraden kip heen te lopen, maar het nodigt nou niet bepaald uit om er een gezellige culinaire avond door te brengen met vrienden of familie. Om de overeenkomsten aan te tonen laat Tim ook nog een foto van een crematie overzien. Matty, je pizza is bijna klaar, staat erbij. Daarom, toch is het natuurlijk zo dat smaken verschillen. Matty vindt grijs en zwart kennelijk heel erg mooi. Zelf heeft de radiomaker een hekel aan lichtpaars, zegt hij in het vraaggesprekje. Zo zien de brieven van het Centraal Justitieel Incassobureau er namelijk uit. Er lag er weer eentje op zijn mat. Je weet het gewoon door die lichtpaars. Matty baalt er ontzettend van. Superdom en superzonde, 6 of 7 kilometer te hard. Ik ben gewoon door de traject. Overigens zorgt het korte interviewtje met Matty in zijn crema-keuken voor boze opzeggers. Wat is de Volkskrant toch een nietszeggende krant geworden? Iemand een idee wat de nieuwswaarde is van dit artikel? Zo blij dat ik die, zaterdag, krant heb opgezegd, briest meneer Erik op. En meneer Igor, ik had het Volkskrant magazine al lang niet meer gelezen, maar op de eerste bladzijde begrijp ik meteen weer waarom. RTL Boulevard op papier. Heel veel leesplezier met Q-Music DJ Matty die in een lekkere flow schijnt te zitten. Al had hij even een thee.